Den Haag FM 92.0. Jouw Haagse Stadsradio. 100% Haags. Tot 11 uur, dossier Mastenbroek. Den Haag. Tot en met 18 februari, dat is nog maar een heel klein staartje, maar ga er naartoe. Is de tentoonstelling Het DNA van Nederland nog te bewonderen in het Prinsenhof in Delft. Het kan gaan tijdens die tentoonstelling om menselijk materiaal of voorwerpen die gebruikt zijn door historische personen. Zo zijn de tong en de teen of de vingers, dat horen we straks, van de gebroeders De Wit zelfs te zien. Aan de telefoon conservator Maurice Wery van het Prinsenhof. Goedenavond. Goedenavond, Martijn. Ja, voordat we bij onze Haagse vrienden de gebroeders De Wit komen, eerst maar even over de totale tentoonstelling. Wat laten jullie precies zien daar in Delft? In de tentoonstelling laten we herinneringsobjecten zien of historische relieken. Nou klinkt dat wat abstract, maar denk maar aan onze bekende kogelgaten, die kent iedereen. Dat soort objecten die erbij waren toen het gebeurde, dus toen die belangrijke historische gebeurtenis zich afspeelde, die objecten laten wij zien. En er zijn ook objecten, nou ja goed, die muur, dat is nogal, wie is dat die natuurlijk bewaard is gebleven. Ja. Maar ook losse objecten die bewaard blijven, vaak decennia lang, jarenlang. Waarom hechten mensen zoveel waarde aan het bewaren van dingen, dan met name soms ook hele vreemde zaken? Ja, precies. Er zitten hele obscure dingen tussen. Als je de tentoonstelling bekijkt, we hebben moordwapens, we hebben lichaamsmateriaal, we hebben gebruiksvoorwerpen, stukjes kleding. Die zijn bewaard omdat ze gekoppeld zijn aan een belangrijk historisch figuur. Willem van Oranje, Robertus de Wit, Johan van Oldenbarneveld. Bijvoorbeeld het moordwapen dat gebruikt is om Johan van Oldenbarneveld, toch een hele belangrijke staatsman uit de 17e eeuw, om die te onthoofden. Dat moordwapen is te zien op zaal. En dan gaan we maar naar het meest, wat mij betreft, het meest lugubere. Een tong en een vinger of een teen. Dat moet je maar even uitleggen welke van de twee dat is. Ze zijn van de gebroeders Johan en Cornelis de Wit natuurlijk, die op 20 augustus 1672 in Den Haag werden vermoord door leden van de plaatselijke schutterij. We hebben er onlangs nog over gesproken op de radio. Hoe zijn jullie daaraan gekomen? En gaat het nou om een vinger of om een teen? Nou ja, de verwarring ontstaat door het vinger en die tong, want daar gaat het om. Maar die verwarring is ontstaan door een briefje in het doosje waarin het van oudsher bewaard wordt, waarop staat het wonderlid van Jan de Wit. Wat dan een wonderlid is, dat blijft dan even in het midden. Maar als je het bekijkt, kun je heel duidelijk twee kootjes onderscheiden. Die hebben we mogen lenen van het Haagse Historisch Museum. We hebben eigenlijk hun kogelgaten mogen lenen. Daar ben ik ze ook heel dankbaar voor. Ja, inderdaad. Ja, ja, nog even over de kogelgaten in de moordhal, ja. Noem ik het maar even, van het Museum Prinsenhof in Delft. Die zijn natuurlijk ook een bezienswaardigheid, ook na de tentoonstelling, op het moment dat die afloopt. Maar ik heb me dus laten vertellen dat er twijfels zijn over het gat in de muur. Is dat nou echt een authentiek kogelgat? Er was altijd een discussie over, er is 3 keer geschoten, staat erin in verhalen, en we hebben maar 2 kogelgaten. Is dat nou authentiek of is er toch nog wat twijfel? Nee, kijk, dat is een vraag die krijg ik als conservator Oranje Geschiedenis van het Prinsenhof natuurlijk heel vaak. Ja. Ik vind er geen doekjes om. De kogelgaten zoals je ze nu hebt, zijn niet helemaal authentiek. Waarom niet? Omdat 430 jaar lang, hè, dus sinds die moord, mensen al naar Delft komen om die gaten te bewonderen. Het is een van de oudste crime scenes in Nederland die je nog kan komen bekijken. Ja. En mensen kijken, maar kijken ook met hun vingers. Daarna moeten ze post het weer bijsmeren, hè, als je dat honderden jaren lang doet. Dus er zitten 2 kogelgaten, afkomstig van 1 schot dat gelost is. Daar zijn 3 kogels uitgekomen. 1 sloeg in op de deurpost, die er nu niet meer is. En de andere 2 hebben indrukken achtergelaten in de muur. Dat is in ieder geval de officiële lezing. En daar sluiten wij ons bij aan. Tot en met 18 februari is de tentoonstelling nog te bekijken. Voor de goede orde, hoe kunnen mensen uit Den Haag het Prinsenhof het beste bereiken? Delft is een beetje problematisch de laatste tijd ook met parkeren. Of lukt dat nog wel bij jullie daar in de conterijen? Ja, parkeren kan in de Veuningstraat, in de Veuningsgarage. Maar we zitten op loopafstand van het station en tram 1 stopt zelfs letterlijk voor de deur. Dus dat is goed te doen.
En je kunt het natuurlijk fantastisch combineren met een leuke, gezellige dag in het historisch hart van Delft. Wat kost een kaartje tot slot, Maurice? Kaartje is gratis als je een museumkaart hebt, geen toeslag en €12 zonder. Oké. Zeg, dankjewel voor de uitleg en nog een hele fijne avond. Bedankt. Dossier Mastenbroek op Den Haag FM. Misdaad en meer. 100.